Dag mensen, een hele goede morgen en welkom bij deze koersanalyse. Deze is educatieve aard en geen financieel advies. En deze week gaan we de climax pump krijgen, krijgen een climax dump. We gaan kijken naar de grafiek van Bitcoin. Die zal ook voor de rest van de altcoins bepalen wat we gaan doen voor deze markten de komende uren en dagen. En we beginnen met Crypto Insiders natuurlijk. Deze video wordt een samenwerking gemaakt met hen. En als jij member bent kun jij bepalen welke altcoins ik behandel in deze videoreeksen. Dan de Fear and Greed Index 15. Dat is Extreme Fear. Nogmaals is dat altijd een beter punt om te kopen dan in Extreme Greed. En in het verleden, in 2020, met de crash van maart, toen zagen we dat we ook zo laag waren. En dat we daarna eigenlijk een goede pump omhoog kregen. Nou ja, pump ging langzaam omhoog, maar het ging allemaal omhoog. Het gevaar is er nog wel voor een bearish scenario. We gaan kijken naar de grafieken zo direct. Maar we beginnen met een van de meest bullish nieuwtjes, die overigens niet eens een heel groot effect heeft gehad op de koers. En we zien dus dat El Salvador, het land, dat gaat Bitcoin legaliseren. En dat betekent dat het gewoon als een wettig betaalmiddel kan worden gebruikt. Dus dat is bullish nieuws. En niet alleen El Salvador doet dat. Ook Paraguay, die gaan, het is bij hen ook nog niet officieel. Zij gaan het wel aankondigen deze week. Deze week starten met een belangrijk project. Dus ook eerst is El Salvador, dan Paraguay. En ja, niemand wil de eerste zijn, maar niemand wil ook de laatste zijn. Dus de kans is groot dat we meer van dit soort aankondigingen gaan zien in de komende tijd. Waarbij landen dus aangeven dat zij gewoon Bitcoin gaan legaliseren als een betaalmiddel. Dan ook interessant om te zien, de hoeveelheid bitcoins van de beurzen is met een verhoogde rate aan het verdwijnen van de beurzen. Dus we zien hier een goed dieptepunt. Alleen in november 2020 was dat nog wat hoger. De netto inflow en outflow betekent dus dat er meer bitcoins van de beurzen verdwijnen dan dat er binnenkomen. En dat kan als een bullish punt worden gezien. En dit is on-chain data en de rest van de on-chain data-indicatoren die zijn bullish, waarbij dat betekent dat je daaruit kunt concluderen dat we bullish omhoog kunnen gaan. Betekent niet dat we op de korte termijn ook nog wel een dipje kunnen maken. Maar daar gaan we zo direct op de grafieken naar kijken. En we beginnen met de wekelijkse. En ik begon vorige week met een inverted hammer candlestick en dat er een potentie was van Morningstar reversal, zoals we hier bij deze pijl zagen. He, dus inverted hammer, Morningstar reversal, maar dat krijgen we hier duidelijk niet. Het is weer een afwijzingscandlestick met een lang wick aan de bovenkant, wat laat weten dat de bears op dit moment aanwezig zijn. En ook dit zagen we trouwens in 2020, dus als we toch een klein beetje hopium willen. Inverted hammer candlestick, ook een bearish afwijzing candlestick, maar dat we in de week daarna, wat dan deze week zou moeten zijn, toch een mooie groene candlestick produceerden. Dus in best case scenario krijgen we dat deze week ook, een mooie groene candlestick om vervolgens daarna weer door te gaan omhoog. Maar dat zal op de lagere timeframes moeten blijken. Als we inzoomen naar de Bitcoin futures grafieken, dat is waar we altijd kijken naar de gap. En de close die is geweest op de 36.955 vorige week. De open op de 36.120 ongeveer. En we zien dat die gap inmiddels ook al gesloten is. Dus daar hoeven we geen rekening meer mee te houden. En ook hier op de daily een symmetrische driehoek, wat ook een bearish pennant kan zijn. En als dit naar beneden uitbreekt, deze opwaartse lijn breekt, dan zie ik de koers wat dat betreft doorgaan terug naar de 30.000. En als dat als support verliest, dan kijken we naar de gap die open staat tussen de 23.000 en de $26.000. Dan van het weekend ook nog een paar video-updates gemaakt, alleen voor de Premium Discord groep. Die kunnen wat korter, want de meeste zijn traders, dus die hoeft wat minder uitgebreid en wat minder uitleg. En daarmee een bearish setup en een grotere bullish trade setup, dus daar gaan we naar kijken. En als je ook wil leren traden zoals ik dat doe, dan kun je natuurlijk de handelscursus doen. Je leert wat traden is, hoe je het zelf kunt doen, minder afhankelijk van analisten. En je komt dus ook in die Premium Discord groep terecht voor meerdere updates over de dag heen. En wil je eerst een gratis kennismakingscursus doen, dan kan dat natuurlijk ook. Je kunt dan leren of het traden iets voor jou is. En je kunt een groep in de Premium Discord groep meedraaien voor een week om te kijken of dat wat voor jou is. En meer leren over shorten en long gaan met hefboom, tools om een betere trader te worden, leer je in handelen in cryptocurrencies deel 2. Dan de Bitstamp grafieken. Dus dat zijn de grafieken die 24/7 doordraaien, waarbij de futures dicht gaan in het weekend. En wat we hier zien is dus eigenlijk, als we alles eraf halen, koers onder de 200 daily moving average, onder de 12 hiermee, wat betekent dat de bears op dit moment zeker de overhand hebben. Het volume is ook laag en aflopend. Dat betekent dat het echt een consolidatiefase is en dat is bijbehorend bij deze symmetrische driehoek, wat dus nogmaals ook een continuatiepatroon kan zijn in de vorm van een bearish pennant. En we zien dus dat de volatiliteit is gewoon verder aan het afnemen. Dus er gaat een climax komen, er gaat een breakout komen, want na een periode van lage volatiliteit krijgen we weer hoge volatiliteit, zoals we hier eigenlijk zagen. Dus wat we zien is een low, een high, higher low, lower high, higher low, lower high en hier een higher low. Dus die higher low, dat was te verwachten wat ik deelde in de premium Discord groep van het weekend. En wat de koers moet doen is dus de lows of de highs gaan breken om een kant te kiezen waarop de koers gaat uitbreken. Als dat naar boven is, dan zie ik de koers vrij snel gaan richting de 42.000 tot $43.000 weerstand. Wat ook hier een weerstand was, support. Hier was het support. Hier is het dan weer een weerstand. En als er veel volume is en we krijgen een goede short squeeze, dan zou er ook rap door kunnen gaan richting de misschien wel $46.000 ongeveer, de onderkant van deze rode box hier. Maar daarvoor moeten we dus echt goed volume zien. Hoe dan ook, de weg omhoog zit vol met weerstanden. Bij een uitbraak naar beneden bij een uitbraak naar boven moeten we trouwens eerst die laatste highs rond de 39.500 zien te breken. En dan kunnen we wat meer bullish zijn voor upside. En bij een uitbraak naar beneden gaan we als eerste de 34.800 als support verliezen. De laatste low die we hier op de dagelijkse zien. En dat zou een indicatie zijn dat we inderdaad verder bearish gaan uitbreken. Is volgende target de 33.400, de laatste low hier. En ik zie de koers dan eigenlijk ook al vrij rap doorgaan richting de $32.000. Want er is ook een potentiële bear flag die hier aan het vormen is, die gaan we zo direct op de lage timeframes bekijken. Die heeft een target rond de $32.000. Maar nogmaals, zouden dus dan binnen dit witte vlak kunnen blijven tussen de $43.000 en de $30.000. Maar we kunnen zeker naar beneden uitbreken. En als het als een bearish pennant gaat gedragen, dan zouden we ook een flinke daling kunnen krijgen in richting de $24.000 tot $26.000, waar ook die futures gap zit. In het best case scenario bij een bearish uitbraak gaan we door richting die $30.000, maken we een uitstapje onder die $28.000, $900 ongeveer, om de lows die hier nog zitten, de stoplosses te raken en daar vervolgens een mooie swing pattern failure te krijgen, een bounce omhoog en bij die support, als die wordt gemaakt, kun je dan eigenlijk ook weer mooi instappen. Dus dat zou een trigger zijn en anders hier instappen rond dit punt. En natuurlijk kun je ook de uitbraak traden van deze symmetrische driehoek. Dus nog afwachten wat we gaan krijgen, maar dat er een beweging aankomt, dat is zeker. Dan Bitcoin op de lagere timeframes. Van het weekend waren er verschillende inverse head and shoulders. Hier een head and shoulders. Hier een head and shoulders. En sommige die braken wel uit, maar hebben niet doorgezet. Dus ook hierin zien we weer dat het een lage volatiliteitsperiode is met verschillende patronen. Voor veel mensen beter om niet te traden in dit geval. En daarin zien we dus verschillende patronen die eigenlijk deels uitspelen of helemaal niet uitspelen. Hier zien we wel, van het weekend zagen we een potentiële falling wedge. En die is die is in de afgelopen uren naar bovenuit gebroken. Dus daar zitten we in met ook een duidelijke stoploss, wat ook gedeeld is in de Premium Discord groep. En wat we nu moeten zien is dus meer bullish volume. En dat we dus eigenlijk hier gewoon een mooie hertest krijgen van die opwaartse lijn van die symmetrische driehoek en van de falling wedge. Dus dat we hier support vinden en dan met wat volume omhoog gaan. En dat zou dan het begin kunnen betekenen voor een uitbraak naar boven uit die grotere symmetrische driehoek. Dat is het bullish scenario in ieder geval. En ik verwacht dat de altcoins vooral met Bitcoin mee zullen bewegen daarin. Het bearish scenario is dus die potentiële bear flag. Dus die wordt ook gevormd wat dat betreft. We zitten hier eigenlijk wel in een opwaartskanaal voor Bitcoin. Rondom de opwaartslijn van deze symmetrische driehoek. En in het slechtste geval is dit een bear flag en breekt die naar beneden uit. De technische target die ligt op de 31.500. En dat zou dus nog een goede smak naar beneden kunnen betekenen in de komende uren en dagen of wanneer dit gaat uitbreken. En als we die uitbraak ook met veel volume zien hieruit, dan verwacht ik ook dat deze symmetrische driehoek dus verder kan doorzetten. En in het ergste geval kunnen we dus richting de $24.000 gaan. Maar goed, Het is nog afwachten. Heel veel mensen zijn bearish. De on-chain data is bullish. Dus vaak krijg je die contrarian gebeurtenis waarbij de koers dus uiteindelijk toch naar bovenuit breekt. Als trader kun je dit gewoon allemaal traden natuurlijk. Dan Ethereum versus de dollar. Daar zien we ook verschillende dingen. Eerder zagen we een Adam en Eve patroon. Nou, die is mislukt wat dat betreft. De potentie voor de cap en handle, dat blijft er nog wel. De weerstand die de bulls moeten breken op Ethereum is in ieder geval die $2,900. Als dat gebroken kan worden, zie ik de koers in ieder geval doorschieten richting de $3,000 en potentieel ook richting de technische target op de 3,620. Dus ook de potentie voor een opwaartse driehoek hier voor Ethereum. En wat dat betreft Ethereum versus Bitcoin is sterk. Dus daar gaan we zo direct naar kijken. En bij de uitbraak van deze opwaartse driehoek, wat eigenlijk ook samen zal vallen met de uitbraak van die cap en handle, zit er een technische target aan van ongeveer $3,900, net onder de $4,000. Maar dat is dus alleen als Bitcoin ook naar bovenuit breekt. En anders kunnen we een bearish afwijzing krijgen van deze opwaartse lijn. En dan kunnen we al gauw kijken in eerste instantie naar support op de $2,500. En daarna richting de $2,200 tot weer de $2,100. En als Bitcoin dus heel ver doorzet, ja, dan is het moeilijk om er een exacte target aan te plaatsen. En Ethereum zou dan nog eens richting die $1,500 tot misschien wel de $1,400 kunnen gaan. Dus dat zou ook nog een goede daling zijn. Dan Ethereum versus Bitcoin. Die is wat sterker. Dus die opwaartse driehoek is hier wel al uitgebroken naar boven. Dus er zat hier een weerstand aan. Opwaartse lijn, deze blauwe lijn, en die is naar boven uitgebroken. Het volume is niet denderend hoog, dus het is allemaal langzaam eigenlijk omhoog aan het bewegen. Dus dat is niet super sterk, maar hoe dan ook. Ethereum versus Bitcoin, dat is sterker dan Bitcoin op dit moment, want we zien hier een duidelijke uptrend in. Dus dat voor Ethereum in ieder geval. Dan gaan we nog kijken naar wat altcoins. Cardano in dit geval, en de volatiliteit die verlaagd is, dat zien we ook terug in alle altcoins. Dus we zien veel compressie en ook daar moeten dus uitbraken gaan gebeuren. En voor Cardano zitten we nu in ieder geval op de support van de $1,70. Dus er waren telkens lowe highs gemaakt, maar geen lowe lows. Dus de bulls die zijn in staat in ieder geval om die support te verdedigen. Maar de koers wordt wel telkens omlaag gebracht. En nu hebben we dus wel weer een higher low gemaakt. Oh, sorry, een higher high ten opzichte van de vorige high. En ook een higher low. Dus we hebben hier een low, we hebben hier een high, higher low en ook hier een higher high. Dus als we deze support kunnen houden, kan die uptrend worden voortgezet. Hè, waarbij de koers dan weer door kan gaan richting de $1,78 en potentieel ook weer de $1,84. Maar wat dat betreft, ik verwacht er niet al te veel van. En ja, alle ogen zijn eigenlijk gericht op Bitcoin. Wat gaat Bitcoin doen? En zolang Bitcoin geen kant kiest, zal Cardano waarschijnlijk ook deels daarin meedoen. Maar de 4-uur uptrend is er in ieder geval. En de trend is your friend. Dus we zouden in ieder geval hier van de support een verdere doorgang kunnen verwachten. Richting de $1,78 in ieder geval tot de $1,85. Dan voor Cardano en audio, of voor audio, USD, ook hier grotere compressiefase eigenlijk. Een low, high, higher low, lower high, higher low. Oftewel ook weer een evenwichtpatroon, potentiële bearish pattern, omdat we een continuatiepatroon kunnen krijgen. Dus ook dit zal bewegen met Bitcoin. Dus kies een altcoin uit, kies er twee uit, kijk wat Bitcoin doet, want die zal een grotere invloed hebben op de uitbraak van deze altcoins. Hetzelfde geldt voor BAT en dat is ook de laatste coin voor deze analyse. Ook hier grotere compressiefase, het moet gaan uitbreken, climax dat zal eraan komen en nogmaals, ja, het is afhankelijk van wat Bitcoin gaat doen. De minimale targets voor deze setups, je kunt hem van de low naar de high trekken en die kun je dan erbovenop zetten en eronderop. En daarmee kun je dus bepalen wat in ieder geval de technische targets zijn en dan kun je dus eerdere weerstanden en supports als technische targets nemen voor de uitbraken. Dus dit naar boven en naar beneden kun je hetzelfde verhaal doen. Goed, spannende week waarschijnlijk. In de komende uren en de komende dagen verwacht ik dat Bitcoin gaat uitbreken. We moeten volume zien. En nogmaals, iedereen is bearish, dus een bullish uitbraak is zeker mogelijk hier. De on-chain data is bullish. En wat dat betreft is het gewoon even afwachten welke richting we op zullen gaan. Dus ik zou zeggen, happy trading, een hele fijne dag en tot de volgende video.